naam is Dalia Pessemiers Benamar. En ja, ik ben actrice en tegenwoordig ook maker van dingen. Voilà. En we maken hier voor het paleis een voorstelling en die heet Baba. Die voorstelling gaat over een meisje die te weten komt dat haar echte vader dat hij nog leeft. Er is heel lang een leugen voor gehouden. Ze komt dat te weten en ze gaat er naar op zoek. En eigenlijk zie je heel die zoektocht tijdens de voorstelling. Datgene dat links van boven lag, daar stond in fijne letters op. Je t'aime. Baba. Ik ben Jelly Schippers en ik ben co-regisseur bij deze voorstelling. Dalia heeft mij daar ongeveer een kwartaal voordat de repetities begonnen voor gevraagd. Het is dat Dalia heeft het concept verzonnen, heeft de tekst geschreven en speelt op scène. En ja, dan maakt het lastig om tijdens repetities afstand te nemen van wat je eigenlijk aan het doen bent op scène en te kijken of het daadwerkelijk overbrengt aan een publiek. Ik ga me nog altijd geen regisseuse noemen, want dat ben ik eigenlijk niet. Als ik iets maak, dan maak ik het graag samen. En dan heb ik misschien wel zin om bepaalde knopen door te hakken. Maar echt regisseren, dat is echt een vak waar dat ik echt nog veel te weinig tools voor heb. Wat dat wel is, is dat je als actrice op een bepaald moment andere mensen mee spelmatig kunt begeleiden en coachen of zo. Ik zit in de zaal en ik heb Dalia's ideeën in mijn hoofd en ik kijk naar wat zij aan het doen zijn en ik probeer dat zo te sturen dat het het meest lijkt op wat Dalia graag wil. Dat is heel fijn, omdat je weet dat Jelly als regisseuse die tools heeft die ik niet heb en dat ik dan heel aanvullend kan werken. Dat is heel fijn. Wat ik leuk vind of bijzonder vind aan de voorstelling is dat je het verhaal van twee kanten te horen krijgt. Zowel van de dochter als van de vader. En ik kan me voorstellen dat een jong publiek eerder meegaat met Sarah en zich afvraagt wat die dochter allemaal meemaakt en voelt. En dat volwassenen zich eerder zullen gaan herkennen misschien in de vader. Toen ik op school zat en daarvoor al, toen ik ging theater kijken, viel het mij meer en meer en meer op. Omdat ik zelf gemengd bloed heb, dat bijna niet vertegenwoordigd is op de scène. En de zin om daar iets mee te doen is voor mij altijd zeer groot geweest. Ook alleen al als ik op straat loop en ik kijk naar het straatbeeld. Wel, dat straatbeeld, dat vind je amper terug op een scène. En voor mij is het eigenlijk bijna een uitgangspunt dat je een beeld weergeeft van wat er zich in de straat afspeelt. Zo'n wenende stem die een bad doet draaien. Papa en ik, wij hebben samen geweend. Die muziek, die duwde de tranen uit ons ogen. Ochtend 17.